Ja, nu al de toekomst aan met zijn pilot Wagen. Zo wapperen de Wagen inderdaad. De wind die heeft een tandje pijn gestoken. Maar dat zal die hier niets wat hij is weinig doen. Hij heeft inderdaad het tempo kunnen aanhouden van de aanhangsfase. En hier als een bloede richting de finish gekomen. We gaan hem inderdaad een overwinningsapplaus geven. Hij verdient dat. Hij heeft zich niets aangetrokken van de bagatelle tussen zijn metgezellen, die inderdaad een beetje ruzie doen met een half koers. Hij heeft er zijn plan ingetrokken. Hij is 7-4-4 in Melzen. Overwinning. Armen in de lucht, niets. Proficiat, een dikke proficiat. Niets Matthijs en dat van Lucie de Blok in het aangezicht. Hij kan er nog een wedstrijdje bij doen, zo te zien. Goed, en dan is het even wachten, even de groepjes te doen. Ja, want hij heeft inderdaad de concurrentie tot 4 rondes gedegradeerd. Dat kunnen we toch wel stellen. De achterstand die loopt tot meer dan 1,20. Met Tabbe zijn het achtervolging, de pelotonnetje als Kevin Lava ligt goed geregistreerd, maar niet voldoende van zijn minst gisteravond in Beringen. Hij is zo weer daar naar de overwinning. Hij zet er daar een paar mooie hak in het peloton, dat hem later uitvoert. Kevin Lava. Komt hij hier ook straks nog op dat podium, want na de doelshot, na de wedstrijd, hebben we inderdaad een laatste podium hier in Nalsen op het zomerterras. Met de koers tussen de Cava uit de verre Spanje, waar er ligt ook de zon brandt op de snoet. En op de snoet gaat het goed met die zon. Maar het is wachten hoor, het is wachten op die achtervolgers. Allicht zal er inderdaad misschien mogelijk een samensmelting tot stand zijn komen. Ik zie onze signaal niet meer tegen doen. Ze komen eraan. We houden de baan voorlopig. Vrij, ik hoor daar een kreet alsof het een laatste adem is. Hopelijk is het dat niet. Moest het inderdaad een toneelspel zijn, we zouden een hoofdrol weggelegd zijn van niets met hij en de rest zijn. Figurante, spurten, met het Kevin Lava, met het Carrera Koppers. Tweede plaats en derde plaats, hier nog wat op het podium. Het is Carrera Koppers, het is Carrera Koppers. En dat is nummer 27. Jens Boerman, de boemstrainer, met een heel goede grootte. Ik zou doorgaan. Dit was een sport, een pelotonspeur! Hij is een poortje naar de grond. Oh, ja, dat is een 2,60. 2,60 van niemand in de land. En kijken van het shifting hierstijding. Andreas Kunink, die wordt ook nog over de week. En dan een paar renners hier inderdaad in de beleid. Applaus voor finish van de renner. Ja, dat is een enige. Hij staat dan alsof het een wereldkampioenschap is. Moet je doen. Hij ging voor. Dan ging hij van Alexander Owens. Zo, meteen nog even.